Als vreemde dingen gebeuren, moet ik onderzoek instellen. Dit is niet hoe ik is. Hallo? Jock, het jy gehoor van die Van Aswegen kind? Ilse Leroux, benauwde meisje wat ander mense bezigheid, haar maak. Ja, Dani. Ek wonder wat het gebeur. Met die ontvoerde kind, is een pedofiel of iets. Jock? Ilse? Ek het hom gesien, vir Dani. So met een man met een voorskoot. By die winkelcentrum, die oggend wat hy verdwyn het. Nou is ek net in een skier. Ek moet weet wat het gebeur. Maar alleen gaan ek hier wegkom. Ek gaan na Annette toe. Sy help me altijd met hierdie type. Nee, nie die keer nie. Maar dit gaan pret wees. Nee, Jock, dis oor 'n week eksamen. Leer eerder. Vergeet van jou avonture. Ek kan sien ek gaan die een alleen moet doen. Kan ik help? Vleis. Je ma het bestel. Dank je, slapper. Zet toch voor haar, ik het een paar lekker zachte vleisjes voor haar ingezet. Ik mag ze, dank je. Graag zo. Dani van Aswegen is laatst gezien in die parkie nabij sy huis waar hy met sy teddybeer gespeeld het. Enig iemand met inligting word versoek om... Appels dronken. Appels? Of zij nou wil of niet, ik moet dan niet de minste op hoogte hou van dingen. Ik eet het! Appels! Dus die slachter, het moet wees. Jock. Ik ken de huisstem toe. Je wil mij niet helpen, nee. Je kan niet iemand beschuldigen van moord omdat hulle van appels hou nie. Maar ik weet het is hij. Ik ben niet waar, ik heb spore doodgezet. Lekker met die bultongen. Goeie oes. Jij was de eer, het dak gezond.